Dank u wel, voorzitter. In eerste plaats mijn complimenten aan de rapporteurs en ik kan hun mededelen dat de liberale fractie hun oordeel deelt. Ook wij steunen de kwijting zoals die is aanbevolen. 2006, het jaar waarover wij praten, is het eerste jaar waarvoor deze commissie volkomen verantwoordelijk was. Het eerste volledige begrotingsjaar. Wederom is er een negatief oordeel van de Rekenkamer. Voor de 12e keer in een rij. En iedereen die weet natuurlijk dat kan niet zo doorgaan. Ik ben blij dat de Rekenkamer heeft aangekondigd dat er een zogenaamde peer review zal komen. Dat ze hun eigen werkzaamheden, hun eigen methode eens een keer onder de loep zullen nemen door anderen. Dat is te verwelkomen. Maar hoe wij het ook wenden of keren, de commissie blijft altijd verantwoordelijk. En kan die verantwoordelijkheid ook niet afschuiven op de lidstaten. We hebben vorig jaar de financiële perspectieven ondertekend en voor de eerste keer staat daarin een bepaling dat de lidstaten nationale verklaringen op een geschikt politiek niveau moeten afleggen om te zeggen dat ze de begroting goed hebben uitgevoerd. Mijn grote vraag is, wat heeft de commissie precies gedaan met dat artikel in de financiële perspectieven? Heeft die een brief doen uitgaan aan de lidstaten om hem daarop te wijzen? Wat is de strategie van de commissie om dat te doen? Ik zou de commissie er ook op willen wijzen dat volgend jaar is het cruciale jaar voor de commissie. Het is dan 2008 en 10 jaar geleden, in 1998, weigerde het parlement om kwijting te verlenen. Ik zal bepaald niet zeggen dat het nog eens een keer zal gebeuren. Dat hangt van de ontwikkelingen af, maar er moet duidelijk vooruitgang zijn. Het kan niet zo zijn dat een jaar aan de vooravond van de volgende Europese verkiezingen, dat dit parlement weer heel gemakkelijk zal accepteren om kwijting te verlenen aan de commissie, wanneer duidelijk niet de indruk bestaat dat de commissie al het mogelijke heeft gedaan om de situatie te verbeteren. En een van de sleutels daartoe is het nakomen van de financiële perspectieven. Ik dank u wel.